In de vorige twee video's hebben we u alles verteld over de Opel Corsa GS-lijn en over de Opel Corsa Elegance. En in deze video laten we u alles zien over de Opel Corsa Edition. Kijken jullie mee? Hallo, mijn naam is Hendrik Liewes en op dit YouTube-kanaal verschijnt wekelijks een nieuwe video met uitleg van een Opel systeem of met uitleg van een Opel model zoals deze. Nou, ben je nieuw hier, bekijk je voor het eerst ons kanaal. Ik zou zeggen, word meteen abonnee en je blijft op de hoogte wanneer wij de nieuwste video plaatsen. Nou, dit is hem dan, de Opel Corsa Edition. De kleur die we hier zien is quartz grey, dat is een metallic kleur. De standaard kleur is de oranje kleur, dat is ook een metallic kleur. En daarnaast is het natuurlijk nog in verschillende kleuren leverbaar. Nou, standaard is de nieuwe Corsa dus altijd een 5-deursuitvoering. En de Corsa die is altijd voorzien van leuke veiligheidssystemen. En dan moet je denken zoals een voetgangersdetectie. Ook heeft hij een rijstrooksassistent. Daarnaast houdt hij ook de voorligger in de gaten. En mocht het nodig zijn, je woont natuurlijk niet, dan kan hij uiteraard ook automatisch een noodstop maken. Ook heeft de auto nog verkeersbordherkenning. En ook de Edition-uitvoering is voorzien van airconditioning. Nou, standaard is de auto ook voorzien van centraal deurverhemer afstandsbediening en natuurlijk ook cruise control. Nou, natuurlijk kun je de Corsa Edition helemaal naar eigen wens samenstellen. Standaard is hij voorzien van wieldoppen, maar je kunt ook tegen meerprijs deze 16-inch lichtmetallen velgen bijbestellen. Die kunnen in een lichte kleur of in een donkere kleur. Wat ook leuk is dat de Corsa altijd voorzien is van zwarte spiegelkappen. En dat staat natuurlijk heel leuk bij een lichte kleur zoals deze. Standaard is de Corsa in één kleur, maar je kunt uiteraard ook kiezen voor een wit of zwart dak. Nou, de standaard motor van de Opel Corsa is de 1.2 75 pk. Nou, mocht dit te weinig vinden, we hebben erin gereden trouwens, het is echt de motor die te weinig heeft. Maar je kunt dit ook kiezen natuurlijk voor een 100 pk 1.2. En die 100 pk 1.2 is ook nog leverbaar in een automaat. Ook is in een diesel leverbaar, dus dan een 1.5 diesel met 102 pk. Nou, wat natuurlijk een hele mooie optie is, en die raden wij ook altijd aan, is ook de optie met parkeersensoren voor en achter en de achteruitrijcamera. Heeft die standaard namelijk niet, maar het is echt een meerwaarde voor deze auto. Nou, hier zien we ook de kofferruimte. De achterbank is ook in twee delen neerklapbaar. Nou, let er ook op, standaard wordt er uiteraard geen reservewiel mee besteld. Die moet je dus ook bijbestellen als je dit prettig vindt. Voordeel van geen reservewiel is dat je uiteraard natuurlijk wel meer opwegruimte hebt hieronder. Dit is ook de standaard bekleding van de Opel Corsa Edition uitvoering. Hier zijn er geen andere mogelijkheden voor om de fabriek te bestellen, tenzij je natuurlijk naar de Elegance of de GS-lijn toe gaat. De stoel is ook in hoogte verstelbaar. En op deze auto is ook nog het Edition Plus pakket bijbesteld. En er is onder andere ook nog een armsteun. Deze armsteun kun je ook altijd nog later monteren. Nou, we zijn nu aanbeland bij het interieur van de Opel Corsa. Aan de linkerkant kunnen we hier uiteraard de spiegels ook mee elektrisch verstellen en de ramen. En als we naar het stuurwiel gaan kijken, dan zien we aan de linkerkant hier ook de cruise control. Klik heel makkelijk deze knop als eerste aan en daarna die naar beneden. Wat handig is ook de memory stand. Zoals ik al zei, is de auto dus voorzien van verkeersbordherkenning. En mocht je op een weg rijden waar je bijvoorbeeld 80 km mag rijden, druk je hier eventjes op. Geef dit aan, bevestig nog een keer en de cruise controls zijn ingesteld op 80 km per uur. Aan de rechterkant zien we hier dus de stuurbediening voor het audiosysteem, harder en zachter. Je kunt de senders mee opzoeken, de telefoon kun je hiermee opnemen of natuurlijk de spraakbediening van de telefoon activeren. Nou, standaard is de Opel Corsa Edition voorzien van een 5-inch beeldscherm met daarbij een radio en een Bluetooth functie. Die Bluetooth functie is alleen om mee te bellen. Wanneer je nou zegt van ik wil de Apple CarPlay en Android Auto functie, dan kun je inderdaad een 7-inch kleurenscherm bijbestellen die functies wel heeft. Bij deze auto is ook het 7-inch kleurenscherm bijbesteld, maar deze heeft ernaast Android Auto en Apple CarPlay. Heeft deze auto ook nog een geïntegreerd navigatiesysteem met gratis updates. Nou, we zitten nu in de Opel Corsa 1.2 Turbo 100 pk. Kun je heel makkelijk herkennen, heeft namelijk ook 6 versnellingen. Wanneer je de 75 pk dan bestelt, heeft hij 5 versnellingen. Nou, als we hier verder naar het display gaan kijken, dan zien we inderdaad hier ook een zilver accenten die de Edition namelijk ook heeft. De GS-lijn die heeft ook wat meer rode accenten hierboven. En ook dit is dan een andere kleur. En de Edition uitvoering heeft gewoon een wit hemeltje, terwijl de GS-lijn voorzien is standaard van een zwart hemeltje. Nou, hier bovenin zijn er nog knopjes om de binnenverlichting mee te bedienen. Hier zien we ook de luidsprekers voor de telefoon. En deze heeft inderdaad ook Opel Connect. Opel Connect zit er dus niet standaard op. Dat kun je uiteraard bij de Edition en andere modellen ook bijbestellen. Ga standaard mee als je een navigatiesysteem bijbestelt. Nou, Opel Connect houdt in dat je een rode knop met een SOS-logo erop krijgt. Wanneer je die knop indrukt,
wordt automatisch verbinding gemaakt met de 112 alarmcentrale. Nou, dit gebeurt natuurlijk automatisch wanneer een ongeluk krijgt. Je hoopt natuurlijk van niet. En de airbags worden geactiveerd. De zwarte knop, die kun je dus indrukken wanneer je bijvoorbeeld met een lekke band staat. En je de hulpdiensten nodig bent van de ANWB. Die is gekoppeld aan Opel Pechhulp. Dus daaruit moet je uiteraard of bij de Opel dealer wel in onderhoud zijn. En als je een nieuwe Corsa aanschaft, dan zit het uiteraard voor een jaar zit dat er ook bij. Nou, standaard heeft de Opel Corsa Edition halogeenverlichting. Voor een kleine meerprijs kun je natuurlijk ook kiezen voor LED-verlichting. We hebben het bij de andere video's, ik zal ze hierboven nog even linken, hebben we het ook laten zien. Geeft inderdaad een hele mooie uitstraling. En ook is dit een veiligheidssysteem, want het geeft ook meer zicht wanneer je in het donker gaat rijden. Nou, en ik hoop je hiermee een duidelijke en heldere uitleg te geven van de Opel Corsa en Edition uitvoering. Zoals ik al zei, de vorige video's die gingen dus over de GS-lijn en over de Elegance. Ik zal ze hierboven uiteraard nog even linken, zodat je die ook in alle gemak kunt bekijken. Heb je vragen over de Opel Corsa, weer een keer een proefrit maken? Je bent natuurlijk van harte welkom aan de Statuba Noord 133 in Roden. Heb je ook een leuk idee om een video te laten maken? Geef dat gerust door en wellicht nemen we dit mee in een volgende video. Mijn naam is Hendrik Liewers. Ik wil je super bedanken voor het kijken naar deze video. Volgende week is er weer een nieuwe video en dan zien we elkaar dan. Tot ziens!